bacon aan het bakken. Hey, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe vlog hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag moet ik weer naar school, dus jullie gaan het weer zien. Ik ga eventjes een lekker ontbijtje maken. Althans, ja, een soort van ontbijtje, want ik neem altijd een bakje thee. Althans, altijd. Nu ga ik even een bakje thee nemen. Een beetje van die ontbijtgranen. Kijk, die staan hier. Deze ontbijtgranen. Die zijn fucking lekker, dat zijn al die loops. Dus ja, die kan je al zien erin. Ik zie daar ook wel een bakje zitten. Maar ik ga eventjes een bakje thee zetten, want dat is gewoon fucking lekker. Dus die gaan we aanzetten in 3, 2, 1. En dan gaat het water koken. Even wachten tot de thee en het eten klaar is. Lekker ontbijtje hoor, lekker ontbijtgranen met kopje thee. Ik ga even lekker eten jongens. Als jullie ook aan het eten zijn, eet smakelijk. Ik hoef pas over een uur naar school, dus ik ga nog eventjes voor mijn telefoon het spel Het Soccer spelen. Ik ga er binnenkort met een vriend van mij een video van opnemen, dat wij tegen elkaar spelen. En dat is echt fucking geniaal. Het is gewoon, je hebt één voet en één hoofd en dat is het spel. En dan moet je scoren bij elkaar. Dus dat ga ik nu eventjes spelen. En ik ga om 9:15 me aankleden en mijn tas en pakken, want ik ga 9:45 naar school. Hopelijk is het weer nou gewoon normaal, want gisteren moest ik in de teringsneeuw naar school. En het is droog. Laten we het ook droog houden, anders ben ik echt fucking boos op dit land. Snappen jullie dat? Droog blijven. Oké, let goed wat ik aan heb, hè. We gaan transformen in 3, 2, 1. Hoe kan dit nou? Ik zou het niet weten. Zo, ik ga nu naar school. Ik laat mijn camera thuis, omdat ik vlog toch niet zo heel veel op school. Anders is het alleen maar iets weer waar ik op moet letten als ik het in mijn kluis leg bijvoorbeeld. En als het nu gaat regenen, deze is niet heel erg waterdicht en daar zit hij in. Dus ik ga niet riskeren. Ik zie jullie straks als ik thuis ben, want ik ben binnen 4 uurtjes weer klaar met school. Want ik heb vanaf het 4e uur les tot en met het, van de 3e tot en met 4e. Anders ben ik nu te laat als ik nu niet ga rijden. Maar ik zie jullie straks weer. Ik ben weer thuis van school. Ik moest een uur nablijven omdat die fan van aardrijkskunde echt fucking raar deed. Want ik moest opeens de klas uit omdat ik een vraag stelde. Dus hey, als je deze vlog kijkt, thanks jongen dat ik, dat ik door jou een uur moest nablijven. Maar screw you. Ik ga even naar de Albert Heijn lopen om spek te halen. Want ik ga daar paninis met spek eten en krentenbollen. Want daar heb ik trek in. Maar ik had eerst mijn oplader nodig. En ik ga nu naar de Albert Heijn lopen. Spekkie. Krentenbollen. Lekker hoor, lekker hoor. Kijk, kijk, kijk. Wie is daar? Wie is daar? Hé, mama. Bacon aan het bakken. Dankjewel mama. Niet zo die kamer houdt nog goed. Dat doe niet. Zet er gewoon goed op hoor. Wat? Ben je camera schuw of zo? Ik hou niet van zo dichtbij. Zo, dat is niet dichtbij, kijk maar. Ja, dat is wel dichtbij. Heel dichtbij is? Dit is dichtbij zo. Maar mama, is dat, als je ouder wordt, is dat dichtbij. Oké, dus eigenlijk moet ik zo helemaal zo staan. En dat vind je niet raar. Nou, jongens. Maar ja, chef Lindsay is bezig. Vertel wat je aan het doen bent. Kom op, Rudolf. Ja, dat. Jij bent aan het vloggen, ik niet. Maar jij moet toch ook een keer vloggen als ik niet kan vloggen? Dan ga jij een keer je dag laten zien, man. Nee? Maar oké, eet smakelijk. Hé joh, doe het normaal joh. Kijk. Nou jongens. Ik ga nu even mijn biologie leren en mijn scheikunde. Dat heb ik morgen een toets van. Dus dat ga ik eventjes doen. Daarna ga ik natuurlijk mijn video's opnemen. Die nog online moeten komen als tweede video. Dus dat ga ik nu doen. Eventjes leren, daarna opnemen. And you will see it. Het leren heeft iets langer gekost dan dat ik dacht. Dus ik ga hierbij de vlog afsluiten. Omdat ik natuurlijk ook nog moet editen. Thanks voor watching, naast je blauw duimpje omhoog achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. Thanks voor de 3400 subs. En tot morgen. Doei.